Welkom allemaal op het zonnige Gran Canaria. En we staan weer bij onze prachtige Love Island Villa. Ja, we kennen hem al ondertussen. Het is, zeker. Het is niet het eerste jaar dat we hier zijn. Nee, maar Victor, er zijn wel wat dingen veranderd. Ja, inderdaad. Ik ben heel benieuwd en daarom zal ik de kijkers meenemen voor een rondleiding in de tuin. Ik stel voor dat jij ze mee naar binnen neemt. Wat denk je daar dat hij? Ik vind het een waanzinnig plan. Top. En dan zie ik je zo meteen. Yes. Doei. Doei. Ja, we staan hier meteen al bij een van de belangrijkste onderdelen van de villa eigenlijk. Dit is de vuurkorf. En hier gebeuren eigenlijk alle belangrijke beslissingen die zullen genomen worden de komende week. Nou ja, bon, een en al emotie op deze plek bij de vuurkorf. Ja, we hebben dit jaar een paar nieuwigheden, onder andere deze prachtige jacuzzi. Hier kunnen de islanders zich even terugtrekken en genieten van het prachtige zicht, maar vooral van elkaar natuurlijk. Geen Love Island Villa zonder buitenkeuken. Wie wil dat nu niet? Gezellig buiten koken hier. Lekker glaasje drinken. Gewoon keigezellig. En dan komen we hier bij een van de belangrijkste ruimtes voor een aantal van onze mannelijke islanders, denk ik. Met dumbbells tot 20 kilogram. Ik ben benieuwd welke spierbundels sterk genoeg zullen zijn om deze gewichten van de grond te kunnen heffen. Holly, hoe is het daar? Ja, super. Top. We zijn hier aangekomen op het boventerras. Er zijn hier wel wat kleine dingetjes veranderd. Er zijn wat nieuwe kussentjes, dus gewoon een klein beetje een nieuwe look en feel. En hier kunnen de islanders echt even fijn met elkaar kletsen. En dan zijn we aangekomen in de slaapkamer. Het is nog niet helemaal af, zoals je ziet, voordat de islanders komen. De welbekende kleine, smalle bedjes om lekker tegen elkaar aan te liggen, die zijn natuurlijk ook weer aanwezig dit jaar. En nou, dat eigenlijk. We jumpen nu even over de kussens heen. Hier is de soort van de inloopkast, maar ook de spiegels waar alle meiden zich optutten. Dus dit is voor de islanders wel een hele belangrijke ruimte. En dan zijn we hier aangekomen in eigenlijk een beetje de kern van de villa. Er is een nieuw kleurtje op de muur gekomen. Er is een nieuwe bank waar echt alle islanders lekker oppassen met z'n allen. En als je dan hier kijkt, dan loop je zo weer de prachtige tuin in. Dus kom maar weer mee. Heb je me gemist? Mijn favoriete collega. Boven ziet er super uit. Ja, tuin ook. Super. Ja? Ja, al die nieuwe dingen, jong. Ja, in mooi, jacuzzi, top. Hè? Ik ben wel jaloers zelfs. Ik ben ook jaloers op de jacuzzi, maar we kunnen daar gewoon wel een eer in gaan liggen. Ja, sowieso. Nieuw bombshell. Het komt hier helemaal goed, denk ik, met de islanders. Ik denk het.